Geliefde broeders en zusters, gasten en u die nu of op een later moment via de techniek met ons verbonden bent, van harte welkom in deze dienst. Vanochtend gaat ons voor onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing is Lucas 7, de versen 18 tot en met 23. En het thema van de preek luidt het voordeel van de twijfel. Mededeling van de kerkraad. Dit jaar zijn aftredend de broeders ouderlingen Bakker, Bar, Te Braken, Brouwer, Geurtsen, Kok en de Visser en de broeders diakenen Bonen, Maljaars en Simons. Hierdoor ontstaan er 7 vacatures voor ouderling en 3 vacatures voor diaken. De broeders Te Braken en Bonen zijn bereid om nog een jaar langer te dienen. En de kerkraad heeft hiermee dankbaar ingestemd. Om tot invulling van de vacatures te komen, zijn door de kerkraad de volgende broeders gekandideerd. Voor ouderling de broeders J.G. van den Berg, Klipper 49, J. van den Brink, Willem Barendstraat 38, R.P. de Bruin, Zuiderkade 50 in Ede, W.E. van Ginkel, Bomaas 13, G. Hardeman, Middelbuurtseweg 47a, J.P.W.M. Kolen, Herenmeijersteeg 15 in Ede, D. van Krimpen, Bisschop Davidlaan 5, L. Snoek, Duist van Voorhoutweg 8, Terenswoude en S. Weber, De Horst 2, Terenen. Om tot vervulling van de 5 vacatures voor ouderling te komen, zijn 9 broeders gekandideerd. Dan voor ouderling Scriba is enkelvoudig gekandideerd broeder B. Post, Lange Dreef 42. Voor het ambt van diaken zijn gekandideerd de broeders G. van Dijkhuizen, Nicolaas Beetsstraat 7, B. de Graaf, componisten Singel 45, S.J. Schuurman, Houtvesterlaan 23 en L. Zwart, Emmerschans 62. De stemgerechtigde leden hebben de mogelijkheid om op DV woensdag 8 februari, zowel 's middags vanaf 4:30 tot 5:30, als 's avonds vanaf 6:30 tot 8:00, een stem uit te brengen in ons kerkgebouw. Er zal dan een stembureau worden ingericht. En indien het voor u niet mogelijk is om bij het stembureau uw stem uit te brengen, heeft u de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. Over dit alles wordt u volgende week via de zondagsbrief verder geïnformeerd. De kerkraad vraagt uw gebed voor deze verkiezingen. We bidden of de Heer ons in de weg van deze verkiezingen nieuwe ambtsdragers wil schenken tot opbouw van de gemeente en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. In deze dienst zijn 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede is voor de kerkelijke kassen, met name de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En de derde collecte is voor huisvesting Kniel. U kunt uw gaven op de inmiddels gebruikelijke wijze overmaken of deponeren in de collectezakken bij de uitgang. Collectes worden u van harte aanbevolen. We vangen deze dienst aan door het zingen van de voorzang, Psalm 29, vers 1 en 6. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe. Thank you.
Verheft u uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geef de gemeente genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen lezen we een gedeelte uit Lucas 7, waarin we zien dat Johannes de Doper, dat hij twijfelt. We gaan nu zingen uit Psalm 4, waar het ook gaat over mensen die twijfelmoedig vragen. Dat zing je in het derde vers. Betrouw op hem, want hij is goed, daar velen twijfelmoedig vragen. Wie zal ons het goede toch doen zien? Wij zingen Psalm 4, het eerste en ook het derde vers.
Wij luisteren samen naar 10 geboden van de Heer en de samenvatting van de wet. Vervolgens zingen we uit Psalm 38, vers 15 en ook vers 22. Want, o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen, en twijfel kan soms heel diep gaan, staat mijn hoop op u alleen. Psalm 38, vers 15 en 22. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Thank you.
Mogen we samen in ons gebed tot de Heere ook gaan. We zullen een aantal mensen in het bijzonder ook aan de Heere opdragen. Allereerst ook Sil Maljaars van Blankenstein of 9. Hij is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Na de operatie vanwege de geperforeerde blinde darm kreeg hij nog een absces in zijn buik. De antibiotica die hij kreeg heeft nog niet de gewenste uitwerking. En een ingreep die afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden, die kon niet doen wat zou moeten, omdat de organen er behoorlijk voor zitten. Dus dat is best wel zorgelijk. We zullen daarom ook voor hem en voor zijn ouders het gezin bidden. Ook broeder Tamminga dragen van de Heere op, op de berg 1 in Leersum. Hij moest een operatie ondergaan vanwege een heupbreuk. Hij is gaan revalideren gegaan in Doorn, maar moest toen toch terug naar het ziekenhuis vanwege een ontsteking. Die ontsteking hebben ze gespoeld, maar de wond wilde maar niet dicht. En afgelopen donderdag is hij opnieuw daaraan geopereerd en is dat gespoeld. En de hoop is dat dat nu over is, maar het is een behoorlijk lange lijdensweg voor onze broeder. We zullen voor hem bidden. We dragen ook Doreen Bosma van Schelde 16 aan de Heere op. Ze is weer thuis uit het ziekenhuis waar ze opgenomen moest worden vanwege ernstige misselijkheid in de zwangerschap. Daar mogen we enerzijds ook voor danken en tegelijkertijd bidden we ook voor haar, omdat de misselijkheid nog steeds erg hevig is. We zullen ook bidden voor broeder Jos van den Berg, Klipper 49. Hij is gisteravond opgenomen in het ziekenhuis in Ede vanwege een blinde darmontsteking. Daar is hij gisteravond laat nog aan geopereerd. Hij krijgt nu ook antibiotica, maar zal ook nog een poosje in het ziekenhuis moeten blijven. We zullen uiteraard ook bidden voor de broeders die op tal gezet zijn, hun gezinnen. En of de Heere ons ook in deze ambtsdragersverkiezing wil zegenen met wat Hij aan ons geeft. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan. Machtige God, U die heilig bent en hoog verheven, U die ons kent en doorgrondt, we komen als gemeente van U weer samen. En in ons stille gebed net kwamen we al tot U, en nu in ons gezamenlijke gebed komen we ook tot U. Nu we hier in de kerk aanwezig zijn, maar ook als we op afstand deze dienst meebeleven. Het is goed, Heere, om als afhankelijke mensen weer bij U te komen. Want Heere, dat zijn we. Als we net al eventjes die namen hoorden noemen van die mensen die we in het bijzonder ook aan U op willen dragen, dan beseffen we, wat is een mensenleven? Hoe kwetsbaar zijn we? Er hoeft maar één iets in het leven anders te gaan dan we willen en we verliezen alle grip. En daarom zijn onze ogen vanmorgen op U, Heere. Omdat wij beseffen dat wij kwetsbaar zijn. Omdat wij beseffen dat wij nietig zijn. Heer, wij buigen ons hoofd voor U. Wij verootmoedigen ons voor U. Omdat we die woorden van U net hebben gehoord. Die 10 geboden, de samenvatting. En Heer, ook al hebben wij uit dankbaarheid misschien wel heel veel geboden op een goede manier vormgegeven in ons leven. Toch, Heer, er was weer genoeg waarin we niet op U leken. Wij buigen ons hoofd voor U. En vragen U, Heere, wilt U ons vergeven? En wilt U ons in genade aanzien? En ons vanmorgen uw trouw bewijzen? En ook als we in de kerk zitten en we hebben misschien zelf ook wel last van twijfel. Heer, daar zal het in het vanmorgen toch ook bijzonder om gaan. Wij vragen U, Heere, om uw zegen voor de twijfelaars in ons midden. Twijfelaars, omdat we antwoorden zoeken op vragen, maar die antwoorden vinden we niet genoeg. Twijfelaars vanwege ons gevoel wat soms zo de andere kant op gaat. Twijfelaars omdat we eigenlijk niet willen. Heer, U weet dat we soms zo lang kunnen geloven, maar dat zomaar de twijfel binnen kan komen. Ook als we in de avond van het leven komen. Ook als het voor het oog zo zeker lijkt. Heer, U doorgrondt en kent ons vanmorgen. En we dragen elkaar zo van harte aan U op. En we vragen U, Heere, wilt U ons allemaal geven vanmorgen wat U nodig vindt voor ons? Een bemoediging, een aansporing. Heere, spreekt U door Uw woord en geest in ons hart. En weert U alstublieft het werk van de boze. Hij die graag twijfel zaait. U weet, Heere, van de aanvechting die er kan zijn.
hoe hij zijn werk probeert te doen en ons bij u vandaan probeert te trekken. Machtige God, wilt u zijn werk vanmorgen verhinderen? En wilt u blokkades die er gekomen zijn, wilt u die doorbreken? Ja, werkt u met de kracht van uw Heilige Geest in onze harten. Verlicht ons verstand. Opent u onze ogen. Open ons hart. Opdat we met elkaar u mogen zien. En dat we daarin houvast vinden. Ook kan er zoveel zijn wat ons laat twijfelen. Machtige God, wij bidden u zo voor heel de gemeente in alle twijfel en onzekerheden die er kunnen zijn. Maar wij danken u ook voor alle verzekering die u geeft. Voor het getuigenis van uw woord. Voor hoe u in de natuur laat zien hoe machtig u bent. We danken u ook voor die dingen die we op mogen merken in onze levens. Waarin we iets van uw hand zien. Uw zorg. Uw nabijheid. Mensen die tot geloof komen. Mensen die genezen. Mensen die mogen merken dat u erbij bent, ook als het leven toch anders gaat. We danken u voor getuigenissen van de kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Heere grote God, wij prijzen uw heerlijke naam voor wat u ons, ieder persoonlijk, maar ook gezamenlijk geeft. In het bijzonder, Heere, dragen wij ook Silmaljaars aan u op. U weet, Heere, dat hij in het ziekenhuis is. En dat het spannend is, wat doet de antibiotica en moet er nog een ingreep plaatsvinden? Heere, wilt u uw zegen verbinden aan dat wat de artsen bedenken? Wilt u zegen geven aan Sil, zijn zus, zijn ouders? Heer, u weet wat het met hen doet. Intensieve periode, onzekere periode. Maar Heere, draagt u ze. En Heere, zoals u in het verleden genezen hebt, wilt u ook nu genezing werken. Heer onze God, wilt u ook zijn bij onze broeder Tamminga. Als hij ook nog steeds in het ziekenhuis ligt, als er opnieuw een spoeling nodig was. Heer, u weet dat het veel energie gekost heeft. Dat het veel van hem vraagt. En onze ogen zijn op u en wij vragen u, Heer, zou het nu zo mogen zijn dat het mag herstellen. Dat de wond dicht mag gaan, dat onze broeder echt kan gaan revalideren. Heer, wees u zo bij hem. Wees bij zijn vrouw. Wees zo bij de kinderen. Geef dat ze hierin iets van u mogen zien, van uw zorg en goedheid. Heren, we danken u dat Dorien Bosma thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dank u wel dat dat mogelijk is, maar u weet ook, heren, dat het nog steeds niet makkelijk is. Dat de misselijkheid heel hevig is, dat het veel van haar en van het gezin vraagt. En we kijken daarom ook op naar u. Wilt u zich ontfermen, wilt u het draagbaar maken voor Dorien, voor Gerard Mark, voor hun zoontje, voor het leven wat ze verwachten. Heren, onze ogen zijn op u. Geeft u wat nodig is. Heren, wij bidden u ook voor Jos van den Berg. U weet dat hij pijn in zijn buik had en dat hij daarom geopereerd moest worden gisteravond. We danken u dat de ingreep geslaagd is. Heren, wij vragen u ook, wilt u alstublieft geven dat de antibiotica zijn werk mag doen? Dat hij mag herstellen. Heren, wij leggen zo het leven van hem, van zijn vrouw, van de kinderen, van hun gezin bij u neer. Wilt u voorzien, wilt u geven wat nodig is en ons ook daarin verblijden met uw daden. Heren, wilt u ons zo verblijden met uw werk in onze gemeente. Ook in het werk, ook met uw werk in het leven van mensen die we nu niet bijzonder noemen. Maar u kent, heren, de zorg en moeite in onze persoonlijke levens, in onze gezinnen. U weet dat waar we mee worstelen. In ons hoofd, in ons hart. U weet dat we ons soms misschien nog niet lekker voelen in ons lichaam. Lastig vinden om de wereld aan te kunnen. Onze ogen zijn op u, Heere. Wilt u ons troosten en nabij zijn. En onze gezegende dienst geven. En zegent u ons als gemeente, ook als er broeders op tal gezet zijn. We hebben ervoor gebeden. En we leggen het nu ook opnieuw als gemeente bij u neer. Heere, zegent u de broeders die uw naam genoemd hebben gehoord. Heer, u weet wat met ze doet. En wij leggen het ook als gemeente zo met elkaar voor u neer. Wilt u ons verblijden, heren, met broeders die mogen dienen in het ambt, die met vreugde daar in de gemeente mogen voorgaan. Heer, u kent de omstandigheden en u weet ook dat het soms best wel intensief is,
zo'n periode, een onzekerheid. Wij kijken naar u. En wilt u ons dan troosten? En wilt u ons dan zegenen? In alle omstandigheden. Heere, zo slaan wij onze ogen op tot u. Totdat u ons genadig bent. Heere, wees ons genadig. Wees ons genadig. Wat we u de lof mogen brengen. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, ik heb weer een kinderbijbel meegenomen. En in de kinderbijbel zie je dit plaatje. En ik zal gelijk verklappen over wie dat gaat. Dit gaat over Johannes de Doper. Maar ik ben wel benieuwd, als ik zeg Johannes de Doper, of je iets van hem weet. Weet je iets van Johannes de Doper? Want ja, de Heer Jezus die was natuurlijk de verlosser, maar Johannes de Doper die heeft ook heel veel gedaan. Wat was Johannes de Doper eigenlijk voor iemand? Wie heeft er een idee? Wat weet je van Johannes de Doper? Ja? Hij ging Jezus dopen, heel goed. Hij doopte de Heer Jezus, ja, weten we nog meer? Hij is de voorloper van de Heer Jezus, heel goed, ja? Moet nog iets harder. Kan dat? Ik geloof dat je helemaal gelijk hebt. Ik kan het niet goed verstaan. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat jullie denken, oh ja, hij heeft de Heer Jezus gedoopt, hij is de voorloper. En zo zijn er heel veel dingen te vertellen over Johannes de Doper. Maar moet nu eens kijken hoe hij erbij zit. Zie je dat? Hij was inderdaad de voorloper van de Heer Jezus, maar nu loopt hij niet zo hard meer. Zie je hem zitten in de gevangenis? Ketting om zijn handen. Hij kan geen kant op. Ja, Johannes de Doper in het gedeelte wat we zo gaan lezen, dan zit hij gevangen. Hij is gevangen genomen door koning Herodes, want die wil niet dat Johannes blijft preken. En weet je wat er gebeurt met Johannes de Doper in de gevangenis? Die Johannes de Doper die Jezus gedoopt heeft, die heel veel gepreekt heeft, die begint te twijfelen. Is de Heer Jezus wel de verlosser? Is de Heer Jezus wel de Messias? En dan stuurt die twee discipelen naar de Heer Jezus toe. En die moeten dan de vraag stellen, bent u degene die komen zou of verwachten wij nou een ander? Nou, soms kunnen wij ook twijfelen. Is het wel waar in de Bijbel? Klopt het wel? Nou, Johannes de Doper had dat ook. En de Heer Jezus die gaat dan antwoorden en die gaat Johannes de Doper wat leren. Nou, daar gaan we met elkaar over lezen. We lezen met elkaar Lucas 7, vers 18 tot en met vers 23. Vervolgens zingen we uit Psalm 106, het derde en ook het 24ste vers. In het derde vers zingen we dan, geef dat mijn oog het goed aanschouw, dat ik het mag zien, Heere, want ik zie het niet meer, ik twijfel. Psalm 106, vers 3 en vers 24, nadat we gelezen hebben. Lees nu mee, Lucas 7 vanaf vers 18. En de discipelen van Johannes berichten hem over al die dingen. En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag, bent u die komen zou, of verwachten wij een ander? Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden zij, Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden met de vraag, bent u degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Op dat moment genas hij velen van ziekten en aandoeningen en boze geesten. En aan veel blinden schonk hij het gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt. Namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Tot zover.
Twijfel gaat niet bij iedereen even diep. Maar sommige mensen kan het heel ver gaan. En kun je soms zelfs herkennen in wat we zingen na het amen van de verkondiging. Psalm 118, vers 3 en 7. Ik werd benauwd van alle zijden. Het maakte mij benauwd, het zette mij klem. En wat deed ik? Ik riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Psalm 118, vers 3 en 7, na het amen van de verkondiging. En het thema voor de preek is het voordeel van de twijfel. Het voordeel van de twijfel. Twee punten. Allereerst kijken we naar de vraag van Johannes. En daarna kijken we naar de reactie van Jezus. En de vraag van Johannes lees je dan in vers 18 tot en met vers 20. En de reactie van Jezus, ik lees het niet nog een keer, maar volgt daarop. Vers 21 tot en met vers 23. Dus het voordeel van de twijfel. Kijk allereerst naar de vraag van Johannes. Vervolgens naar de reactie van Jezus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. U die hier in de kerk mag zijn en u die op afstand verbonden bent. Er was eens. Er was eens een jongere hier in de Pnio-kerk. Laten we haar Lydia noemen. Als kind is ze gedoopt en van jongs af zingt ze de psalmen en liederen over het geloof van harte mee. Op de club van de kerk en op de basisschool dringt ze de geschiedenis uit de Bijbel in. Ze geniet ervan. Ze gelooft als een kind, heerlijk onbevangen. Het volk Israël door de Rode Zee, dat pad, prachtig. Jona en de vis, geen probleem. Jezus die over het water loopt, mooi zeg. Simon die uit de boot stapt en dat ook doet, wat een wonder. Maar tijdens de tienertijd verschuift er iets. Er verandert iets, een knagend gevoel van onzekerheid komt bij haar boven. Is het wel echt zo gebeurd? En ze gaat er ook wel over in gesprek met de clubleiding en de juf en moeder en de dominee. Maar de diepste twijfel van binnen laat ze toch niet zomaar zien. Ze is onzeker. Vragen borrelen bij haar boven. Hoe kan ik eigenlijk geloven in iemand die je niet ziet? Hoe bestaat het dat je gelooft in één iemand en daardoor kunnen zoveel mensen gered worden? Iemand die aan het kruis gegaan is? Maar als er dan zoveel gelovigen zijn, waarom heeft het christelijk geloof dan alle waarheid in pacht? Waarom moet ik geloven in de schepping als ik keer op keer in documentaires hoor zoveel honderden miljoenen jaren geleden? En als het christelijk geloof nou zo mooi is, waarom haken mensen dan af? Dan wil toch iedereen juist geloven? Ja, van buiten lijkt Lydia nog steeds een echte christen. Met hand en tand verdedigt ze het geloof. Ja, ze kan het niet bewijzen, maar ze heeft al goede argumenten. Maar ergens daaronder van binnen knaagt de twijfel zich een weg naar binnen. En toen ze hoorde dat haar atheïstische buurman was overleden. En ze sprak erover met een ongelovige buurtgenoot. En die zei toen, nu geloof jij zeker dat hij naar de hel is. Toen wist ze het niet meer. Haar christelijke bubbel was spat uiteen. Een diepe twijfel maakt zich van haar meester en ze weet niet, ja, wat moet ik nu? Kent u iemand die Lydia zou kunnen zijn? Ben jij misschien iemand die lijkt op Lydia? Niet misschien helemaal precies zo, maar wel dat je iets van die twijfel ziet. Het kan gelden voor jongeren, klas uit een onderzoek. Dat uit een onderzoek was gebleken dat zo ongeveer 80% van de jongeren wel eens twijfelt. Geloof ik wel goed genoeg? Bestaat God wel? Ga ik wel naar de hemel? Is God aanwezig in mijn leven? Maar uit het onderzoek bleek ook dat heel veel jongeren niet echt met hun twijfel in de kerk naar voren durven te komen. Dat het toch iets is van schaamte. En als je dan erover vertelt, dat je dan niet begrepen weet. Het is gewoon lastig, want dan vertel je erover en die ander die snapt jou toch niet. Ja, en dan? Maar goed, dat geldt natuurlijk misschien ook wel voor volwassenen. Dat je voor uiterlijk, dat je
echt wel een gelovige bent. Je trouw in de kerk, je viert misschien ook wel avondmaal. En op je werk sta je bekend als de christen van de afdeling. Maar onder dat laagje kan zomaar iets van twijfel komen. En vroeger nam je genoegen met, ja, de dominee zegt het dus. Of het is nou eenmaal zo. Het staat er dus. Maar ergens, door alles wat op je afkomt, word je onzeker. Of misschien ook wel bij ouderen. Hier in de kerk, maar misschien ook juist wel thuis. Dat u altijd ervan uit bent gegaan, het is toch waar het christelijk geloof? Jezus, ja, door genade is hij mijn verlosser, mijn redder. Maar nu u dichter bij dat stervensmoment komt en mensen om u heen wegvallen, komt dat knagende gevoel binnen. Heb ik me niet vergist? Dat je twijfelt. Is het wel goed? Zit ik er niet naast? Herkent u er iets van? Nee, dat hoeft vanmorgen niet. Je hoeft vanmorgen je niet erin te herkennen. Misschien bent u wel naar de kerk gekomen met een hart vol van liefde voor de Heer. Heb je hem lief en heb je helemaal geen last van die twijfel? En nou, dank de Heer daar dan voor. Maar misschien ken je wel mensen die er wel last van hebben. Of misschien heb je er vanmorgen juist wel behoorlijk veel last van. Een tijdje geleden kwam een boekje uit met de titel Het voordeel van de twijfel. En in dat boekje worden die vragen onder ogen gezien. Hoe lastig dat kan zijn om te geloven en welke twijfel er bij je boven kan komen. Het kan zelfs pijn doen. Maar dat boekje zegt dan, die schrijver die schrijft, die pijn hoeft niet verkeerd te zijn. Waarom niet? Nou, je kunt toch ook te maken met groeipijn. Als je groeit, dan kun je dat ook voelen. Dat kan zelfs pijn doen. Nou, dat is groeipijn. Nou, zo kan twijfel, kan groeipijn zijn. Laat me allereerst vanmorgen dan ook dit zeggen. Als je last hebt van twijfel, je bent niet de enige. Er zijn er heel wat in de kerkgeschiedenis en ook in de Bijbel van mensen die twijfelen. Moeder Teresa, die haar leven gaf voor de allerarmsten in India. Twijfel komt keer op keer bij haar boven. Abraham, hij twijfelde. God had toch beloofd dat ik een zoon zou krijgen, maar het duurt zo lang. Wat te denken van Elia? Ja, soms krachtig, bovenop die Karmel. Wie maakt mij wat? Ik geloof in God. Maar onder de bremstruik het helemaal niet meer zien zitten. Aanvechting. Thomas. Ja, jullie kunnen het wel geloven hoor. Maar ik wil het eerst zien, anders kan ik het niet geloven. En de Bijbel zegt dat als Jezus naar de hemel vaart, dat ze hem aanbidden, maar dat sommigen twijfelen. Dan heb je de Heer Jezus voor je neus. Die aan het kruis gestorven is, die is opgestaan, die je bewezen heeft, kijk dit ben ik. Die het uitgelegd heeft en dan alsnog twijfel. Komt dus vaker voor. Ook bij grote mensen in Gods Koninkrijk, Johannes de Doper. In vers 28 zegt Jezus over hem, want ik zeg u, onder hen die uit de vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper. In de parallelgedeelte, Matthäus 11, daar staat zelfs dat hij de grootste is. Niemand is groter dan hij. De grootste profeet, de grote in het koninkrijk van God, die komen we vanmorgen tegen in twijfel. Ziet u hem zitten? Een man begin 30, mijn leeftijd. En hij zit waarschijnlijk wel wat in het donker. Maar volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus zit hij gevangen in Machaerus. Dat is een paleis, het paleis van deze koning Herodes, aan de oostkant van de Dode Zee. Met onder dat paleis een gevangenis. Johannes de Doper is daar gevangen gezet. Die man die preekte vol vuur, die herkende aan zijn kleding. Kamelen haren mantel, lirimon, at sprinkhaan en wilde honing. Vol vuur preekte hij. Bekeer je. Laat je dopen. Beleid je zonde. Zie het lam van God. En hij nam geen blad voor zijn mond, ook niet als er bekende leiders voor hem stonden. Leiders van de tempel, voorgangers uit de synagoge. Hij noemde ze gerust adderen gebroed. En ook koning Herodes kreeg het te verduren.
Herodes, die vrouw die je hebt is niet van jou, die is van je broer. Dat mag niet, dat klopt niet. En Herodes die had hem opgepakt, vastgezet. En daar treffen we hem aan. Achter slot en grendel, een donkere burcht, koud en kil. Het leven gaat door, maar Johannes, hij zit daar maar. De grote profeet van God, de wegbereider van Jezus. Toen ik het op me in liet werken en ik dacht, daar zit hij dan, hè? Misschien zit hij al een paar maanden. Sommige uitleggers zeggen 10 maanden. En dan zit hij daar. En dan zit je stil en dan is het heel vaak zo dat je gedachten dan gaan malen. En misschien heeft hij teruggedacht. En hoe hij preekte bij de Jordaan. Hoe mensen zich lieten dopen. Hoe hij Jezus gedoopt had. Hoe hij die stem uit de hemel had gehoord en die duif had zien neerdalen. Hij kon ook zeggen, ik heb gezien en ik heb getuigd. Hij is de Zoon van God. Hij moet groter worden, ik kleiner. Radicaal. Vol vuur. Wat heeft het uitgewerkt? Zijn de fariseeën echt veranderd? De Romeinen trekken nog steeds aan de touwtjes. Herodes zit nog steeds op de troon. En ik heb het wel met hem erover. En hij verandert zich ook nog wel een beetje, maar wat merk ik eigenlijk van Jezus? Zou hij eigenlijk wel de Messias zijn? Of heb ik me vergist? Is dat waar ik me heel mijn leven aan vastgehouden heb, is dat dan toch niet waar? Is de hoop die ik had, waar ik voor stond, waar ik voor leefde, is dat dan toch anders? Klopt toch niet? Twijfel. En die twijfel kan pijn doen. Misschien ken je het wel vanmorgen. Dat je voor je gevoel gevangen zit. In je gedachten. Misschien denk je terug aan momenten dat het anders was. Dat je net als Johannes de Doper er vol van was. Je getuigde ervan. En iedereen kon het anders vinden, maar jij stond voor de waarheid. Je sprak erover, je leefde eruit, maar nu. Nu je stil zit. Hoe kan dat nou? Hoe bestaat het dat dat gebeurt? Ik vind het heel opmerkelijk dat verschillende uitleggers bij dit gedeelte zeggen, ja, dit kan niet de twijfel van Johannes de Doper zijn. Dat kan toch niet? Hij is de grootste in het koninkrijk, geen grotere profeet dan hij. Iemand met zo'n taak. Waarschijnlijk is het zo dat zijn discipelen twijfelen. En dat hij ze daarom maar, uit naam van hem, naar Jezus stuurt. Maar toch lijkt het gedeelte daar totaal niet op te wijzen. Want het is Jezus die in vers 22 antwoordt en zegt, ga heen en bericht Johannes. Ja, broeders en zusters, blijkbaar kan dat gebeuren, dat je de grootste in het koninkrijk bent, maar dat je twijfelt. Terwijl iedereen denkt, jij bent zo sterk in je geloof. Jij twijfelt nooit, aan jou trek ik me op. Ik zie in jou dat het waar is, het geloof. Ja. Zie je hem zitten? Iemand met zo'n hoge positie, met zo'n sterk geloof. Van jongs af door de Heilige Geest geleid. Anderen onderwezen. En nu? Ja, wat moet je nu? Als je hier vanmorgen in de kerk zit en je herkent het. Dan heb je nog niet heel veel hoop gekregen in de preek vanmorgen, toch? Wel herkenning, denk ik. En wat moet je dan, hè, als je die twijfel hebt? Nou, laat me vanuit dit stukje eens 3 lijnen trekken. 3 lijnen waarvan ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je die vasthoudt. De eerste lijn die ik eruit wil trekken is dat Johannes het deelt met anderen. Hij heeft discipelen van hem. Mensen die eigenlijk op hem bouwen, die hem geloven, die hem volgen. Met wie hij deelt. Hij durft te zeggen tegen anderen wat bij hem knaagt. Wat hem onzeker maakt. En daar zou ik u en jou ook toe willen uitdagen. Ook als je misschien heel je leven groot houdt, dan kan die twijfel zomaar dieper binnenkomen. Ja, en dan? Johannes deelt het met mensen die hij kan vertrouwen en die hem ook verder kunnen helpen, want zij kunnen voor hem naar Jezus. Ik zou zeggen, deel het
Twijfel jij wel eens? Hou het niet voor jezelf, maar deel het. Worstelt u wel eens met aanvechting? Deel het. Zijn er mensen in uw of jouw omgeving die je vertrouwt en tegen wie je het kan vertellen, met wie je het kan delen? Zodat ze voor jou naar Jezus kunnen. Heeft u die mensen? Ja, kijk, als je alleen maar praat met mensen die twijfelen, alleen maar mensen die zelf ook niet weten, ja, dan wordt het heel lastig. Maar deel het wel. Deel het met anderen, dat is de eerste lijn die ik eruit wil trekken. En het tweede is, twijfel de goede kant op. Waarom zeg ik dat? Nou, de duivel die maakt ons ook heel graag aan het twijfelen. Dat deed hij al in het paradijs. Is het niet dat God gezegd heeft? Ja, dan ga je twijfelen. Ja, God heeft het wel gezegd, maar zou het dan toch anders zijn? En dan twijfel zaaien? En zo wil de duivel nog steeds twijfel zaaien. Maar wat doen Adam en Eva dan als de duivel die twijfel zaait? Dan trekken ze zelf hun conclusie. Nemen ze zelf hun keus. Dan nemen ze. Waarom hebben ze dat gewoon niet bij God neergelegd? Van Heere God, ja, vanmorgen was er een slang en die slang die zei tegen ons, dat dit en dat. Hoe moeten we dat zien? Maar doen Adam en Eva niet. Die slang trekt het in twijfel en Adam en Eva nemen dat over en ze trekken zelf hun conclusie met alle gevolgen van dien. Wat is het voordeel van de twijfel? Dat is dat je die goede kant op twijfelt, dat je met die twijfel naar Jezus toe gaat. Naar degene die antwoord kan geven. Soms merk ik, en misschien vergis ik me, dat wij dat patroon van Adam en Eva ook zo vaak kennen. Dat je in de aanvechting, in de zorgen, in de twijfel, dat je blijft bedenken, wat vind ik? En dat je in jezelf blijft roeren. Terwijl je daar geen houvast in vindt. Wat heb je nodig? Dat is dat je met de twijfel naar de Heer Jezus toe gaat. Want bij Hem vind je misschien niet altijd precies het antwoord dat jij denkt dat je nodig hebt. Maar vind je genoeg aan voeding. Twijfel alsjeblieft de goede kant op. En derde, stel je vraag. Kom met je vragen. Bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? Ja, ik kan zeggen, dat is toch geen aardige vraag. Johannes de Doper, durf je dat aan de Heer Jezus te stellen? Je wilt hem toch juist bemoedigen in zijn weg? Je wilt hem toch niet belemmeren, maar dit is toch een lastige vraag voor hem? Nee, stel je vraag. Deel het met anderen. Twijfel richting de Heer Jezus en stel dan maar je vraag. Zeg maar wat er op je hart ligt. Johannes die vraagt dan, wie bent u? Bent u wel echt degene die komen zou? Bent u wel echt degene die wij verwachten? Heb ik aan u wel wat ik denk aan u te hebben? Stel je vraag. Dus die drie lijnen. Deel het met anderen. Twijfel de goede kant op. Stel je vraag. En dan eigenlijk het vierde dan ook nog maar erbij. Luister dan ook naar het antwoord. Dat is ook belangrijk. Zullen we eens gaan kijken naar de reactie van de Heer Jezus? Maar ja, je kunt je toch voorstellen dat het pijnlijk is. Dat de grootste in het koninkrijk, de voorloper, zegt, bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? Het is denk pijnlijk. Waarom nou? Kijk maar wat er staat in vers 23. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Een andere vertaling zegt, en zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. En jongens en meisjes, jullie kennen dat spel wel, toch? Mens, erger je niet. Dan loop je met die poppetjes zo het hele bord rond. Ben je vlakbij dat je binnen mag. En ja hoor, jouw pion wordt omgegooid. Erger je niet. Nou, je ergeren. Aanstoot nemen aan. Je irriteert je. Waarom zegt Jezus dit? Als dit gewoon een vriendelijke vraag is van Johannes, waarom zegt Jezus dan, zalig ben je als je niet aan mij ergert, als je geen aanstoot aan mij neemt? Ik denk dat Jezus aanvoelt dat er misschien wel eens een diepere laag onder die twijfel kan zitten. Want die vraag van Johannes, dat is geen vraag van, Heer Jezus, ik wil wel geloven, maar geef me alstublieft één bewijs zodat ik het ook kan, zoals Thomas. Ik wil wel, maar hoe dan? Zo'n vraag is het niet.
Geef me nog één zetje, dan weet ik het. En dat proef je al in de vraag die hij stelde. Bent u het die komen zou? Of verwachten wij een ander? Johannes is het al aan het invullen. En eigenlijk proef je in die vraag al, het moet wel een ander zijn, want dit klopt toch niet? Zo kan de Messias niet zijn. En als je dat dan weer even vergelijkt met hoe Johannes de Doper preekte, vol vuur en met kracht, die na mij komt, is groter dan ik, die is sterker dan ik. Ik mag niet eens aan zijn sandaal zitten, zo heilig is hij. En degene die na mij komt, die zal u dopen met de geest en met vuur. En hij zal komen met een wan in zijn hand en hij zal de dorsvloer reinigen. De tarwe gaat dan in de schuur en het kaf wordt verbrand met onuitblusbaar vuur. Het oordeel komt, de bij ligt aan de wortel van de boom. En dan Jezus, zoals die nu is. Is dat nou de heilige, de grote, de rechter? Johannes de Doper, hij stoot zich aan hoe Jezus doet. En dat Jezus dus anders is dan hij denkt dat Jezus moet zijn. En broeders en zusters, dan zien we een patroon. Dat zien we vaker in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan Johannes 6. Waar de mensen heel graag bij Jezus komen en zijn wonderen zien en eten van hem krijgen. Maar als ze dan merken hij is het manna dat uit de hemel komt, dan stoten ze zich. Dit is hard. En ze ergeren zich. En ze gaan allemaal weg. Zo zelfs dat Jezus naar zijn discipelen kijkt en zegt, willen jullie ook niet weggaan? Hoe dichter je bij Jezus komt, hoe makkelijker je stoot. In Nazareth ergerden ze zich aan Jezus. Ze nemen aanstoot aan hem. De eigen broers van Jezus stoten zich aan Jezus. Van de discipelen zegt de Heer Jezus, u zult allemaal aanstoot nemen aan mij. Johannes de Doper, hij lijkt aanstoot te nemen aan Jezus. Hoe dichter je bij Jezus komt, hoe lastiger het kan zijn. Broeders en zusters, hoe dicht bent u bij Jezus? Wilt u de echte Jezus? Want het kan namelijk zomaar zijn in het geloof dat je hoe dichter je bij hem komt, hoe meer je gaat zien dat hij misschien wel anders is dan dat u denkt dat die is. En dan kan dat gaan schuren. En dan kun je gaan ergeren. En dan kun je Jezus proberen te passen in je plaatje. Maar wat voor Jezus wilt u? En is het misschien zo dat onder die vragen van twijfel en onzekerheid, dat daar op de bodem een steen ligt waar je aan stoot, omdat Jezus anders is dan je graag zou willen. Dat hij de dingen anders doet dan je had gehoopt. In het Nieuwe Testament staat ook dit. Het kruis van Jezus is voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken dwaasheid. Maar Jezus zegt vanmorgen tegen ons, zalig ben je. Makarios, echt gelukkig ben je als je niet aan mij stoot. Want als je je aan mij ergert, dan erger je uiteindelijk dood. Eeuwige dood. Zo ernstig is het. Wilt u de echte Jezus? Broeders en zusters, ziet u dat de Heer Jezus ons vanmorgen door zijn woord aankijkt en zegt, ik wil een spade dieper. Want wil je mij wel zoals ik voor jou wil zijn? Of wil je mij vormen naar jouw beeld? Hoe zit dat bij u, bij jou? En als het gaat over twijfel, wat voor soort twijfel heb je? In de literatuur wordt vaak onderscheid gemaakt tussen verstandstwijfel, gevoelstwijfel en wilstwijfel. Verstandstwijfel, dat is dat je het met je hoofd niet rondkrijgt. Dat je bepaalde dingen gewoon niet kan begrijpen en daarom het lukt me niet om te geloven. Gevoelstwijfel is, ik wil het ergens wel, maar mijn hart komt er niet in mee, het gaat niet. En dan heb je ook wilstwijfel. Dat is dat je misschien eigenlijk wel genoeg hebt gezien en weet. Dat je gevoel zegt, die kant moet het op. Maar dat je gewoon eigenlijk niet wil. Want je wil er niet aan.
omdat je langzaamaan bent gaan zien wie Jezus is en dat dat heel veel meer impact heeft dan je had gedacht. Wat zit eronder, onder twijfel en vragen? Broeders en zusters, ik weet niet of u vanmorgen veel twijfel heeft. Misschien wel, misschien niet. Maar kijk vanmorgen eens samen naar de Heer Jezus. Ziet u hem? De grootste in het koninkrijk stelt zo'n vraag. Zijn voorloper komt met zo'n vraag. Johannes de Doper, die groot in het koninkrijk, die stelt zo'n vraag. En Jezus kan er tegen. Dat vind ik nou zo mooi. De Heer Jezus kan er tegen, hoor, als u twijfelt. Kom erop met uw vragen. Het is de Heer Jezus zelf die gezegd heeft tegen zijn discipelen: de Satan heeft u begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Vindt u niet een wonder dat die Heer Jezus Christus, dat hij merkt dat mensen een aanstoot aan hem nemen. Dat mensen twijfelen. Gelooft u dan nu nog steeds niet? Maar dat die Heer Jezus de weg vervolgt. Dat hij niet zegt, nou, als zelfs hij het niet wil weten, als jij in de Pneeuwkerk het niet gelooft, nou laat dan maar zitten. Maar dat hij zegt, ik ga door. Ik wil al jouw vragen meenemen. Maar dan wil ik wel dat je naar mij kijkt. En dan wil ik de weg naar Golgotha gaan. En die ergert zich dan aan Jezus. En die slaat hem. En die bespot hem. En Jezus laat het gebeuren. Jezus laat het gebeuren dat als hij hangt daar aan het kruis, dat ze zeggen, kom er vanaf, joh. Hij heeft op God vertrouwd, laat het nu ook gebeuren. En zelfs als Jezus in het diepe lijden moet roepen, Eli, Eli, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zijn er mensen die spotten met hem, die Jezus, ach. En Jezus houdt vol. Die Jezus kent ons in onze twijfel en aanvechting. En hij geeft niet altijd het antwoord dat wij willen hebben. Maar hij zegt, ik stap in deze wereld. En ik geef mijn leven. Wonderlijk toch? Dan geeft hij misschien niet het antwoord op jouw vragen. Maar die Jezus geeft zichzelf in de dood. En dan moet je eens goed opletten wat hij zegt tegen Johannes. Zie en hoor. Hij zegt niet, ja Johannes, geloof nou maar gewoon. Johannes, ben jij nou de wegbereider? Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. En hij zegt ook niet, ik zal jou wonderlijke wijze bevrijden, zoals vroeger bij later bij Simon Petrus ook gebeurt. Zegt hij ook niet. Hij zegt, zie en hoor. Hij doet hem een handreiking en zegt, kijk nou nog eens goed. Let eens goed op wat er gebeurt. Dan vers 22. Blinden worden ziende. Kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt, aan armen het evangelie verkondigd. Allemaal verwijzingen naar Jesaja. Johannes, kijk, daar stond het en dat zie je waar worden in mijn leven. Johannes, pak de Bijbel er maar bij. Zie je die overeenkomst, zie je het gebeuren? Ja, Johannes, je twijfelt de goede kant uit. Maar nu reik ik je dit aan, hier moet je het mee doen. Ga maar zoeken. Ja, Johannes de Doper, die kende die gedeelte wel. Maar op de een of andere manier kende hij ze wel, maar zag hij de verbinding met Jezus nog niet. Maar nu zegt Jezus, kijk eens naar die gedeelte en zie dan wie ik ben. Dat heb je nodig. En broeders en zusters, kijk gewoon eens naar alle profetieën. Zo'n 300 profetieën in het Oude Testament die vervuld worden in Jezus, wat een wonder. Micha 5, geboren in Bethlehem. Jesaja 7, geboren uit de maagd. Jesaja 9, hij zal God zijn. Jesaja 53, hij zal lijden en sterven in plaats van anderen. En dan noem ik er nog maar een paar van de 300. En dan überhaupt dat Jezus is opgestaan. Dat hij echt gestorven is en dat zelfs tegenstanders geloven dat hij is opgestaan. Die ooggetuigen verslagen. Wonderlijk. Ja, zegt iemand. Ik zie dat ergens ook wel. Die gedeelte uit de Bijbel en Jezus en op de een of andere manier lukt het me niet. Het wil niet, ik krijg het niet binnen. Het is lastig.
want het gaat zo anders in mijn leven. Ja, wat moet je dan? Wat moet je dan vanmorgen? Nou, Jezus die sluit af met zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. En ik denk dat het voor Johannes nog een extra laag heeft gekregen. Waarom? Nou, omdat de Heer Jezus natuurlijk een prachtig rijtje noemt. Van blinden, van kreupelen, melaatsen, van doven, van doden en armen. Maar hij noemt één ding niet. Iets wat in Jesaja 61 er ook bij staat. Wat dan? Nou, om gevangenen vrijlating uit te roepen. Voor wie gebonden zaten, de opening van de gevangenis. Dat noemt Jezus niet. En dat terwijl Johannes de Doper nou juist in de gevangenis zit. Uitgerangeerd. Niet merkend dat Herodes zich nou echt bekeert. Twijfelend. Dat stukje laat Jezus weg. En daar moet Johannes het mee doen. Johannes, ik reik jou dit aan. Ik ga verder geen wonder doen in jouw leven. Johannes, hier moet je het mee doen. Zie, dit ben ik. En als je dan iets ziet van mij, dan mag je op mij vertrouwen dat het goed komt. Hier moet Johannes het mee doen. Hier kan Johannes het mee doen. Ook straks. Als even later Herodes jarig is. Als hij lekker drinkt en feest viert. En als daar die prachtige dochter van zijn vrouw komt dansen. En hij in die dronken bui zegt, vraag maar wat je hebben wilt. Ik zal het je geven, al is de helft van mijn koninkrijk. En hij schrikt. Als ze het hoofd van Johannes de Doper op een schotel wil. En daar zit Johannes de Doper in de kelder. En de scherprechter gaat naar beneden. En onthooft Johannes de Doper. Dat is het einde. Maar wie zijn oog op Jezus slaat, in al zijn twijfel en aanvechting, en beseft, ik kan het doen met deze Jezus, en ik kan ervan op aan dat wat in het woord staat waar is, die ervaart, dat is het voordeel van de twijfel. En we zagen de vraag van Johannes, we zagen de reactie van Jezus. Tot slot, sla het oog op Jezus. In alle aanvechtingen van het leven, want ik kan me voorstellen dat je hier zit en dat je best wel eens twijfelt, hoe moet het nou? En als het gaat over twijfel, dan denken heel veel mensen aan het bekende gedeelte en daar wil ik mee afronden. In Matteüs 14 is er storm en de discipelen zijn bang. En dan loopt Jezus over de golven van het water. En dan zien ze dat. En Simon Petrus zegt, Heer, als u het bent, roep me dan dat ik ook naar u toe kom. Geef mij bevel om ook over het water naar u toe te komen. En Jezus zegt, kom. En in geloof en in vertrouwen zet Simon Petrus zijn voet op water. En hij stapt en loopt en u kent het gedeelte. En op een gegeven moment dan kijkt hij de wind, de golven. En hij zakt zomaar weg. De blikrichting verandert. Maar met dat hij zakt, misschien voel je je wel zo. Dan roept hij, Heere, red mij. En Jezus stak meteen zijn hand uit. Greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Waarom twijfel je nou? En even later zie je het, Simon Petrus en de andere discipelen, die gaan in het schip op hun knieën en zeggen, werkelijk, u bent de Zoon van God. Ja, wie zo zijn oog op de Heer Jezus slaat en aan zijn voeten komt met een hart vol twijfel, die zal gaan ervaren. Dat is het voordeel van de twijfel. Ik werd benauwd van alle zijden. En riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden. En deed mij in de ruimte gaan. Amen.
zullen we samen danken en bidden. Heere, dank u wel dat u weet wat er leeft in onze harten. Dank u wel voor wat u zelf hebt gewerkt in onze levens. En dank u wel dat uw woord zegt dat wat u begonnen bent, dat u dat afmaakt. Dat u niet loslaat het werk van uw handen. Heere, wij komen tot u als mensen die zomaar kunnen twijfelen aan onszelf en ook aan u. Heere, u weet wat het woord van morgen met ons deed. We willen u danken met degenen die zelf helemaal niet zoveel last hebben van twijfel, maar die met heel hun hart u lief hebben en u volgen. Heere, wij bidden u ook voor diegenen die totaal geen twijfel hebben, maar die ook niet met u willen leven. Bekeert u ze tot u, Heere. Trek ze met uw liefdekoorden en breng ze dan maar aan het twijfelen, omdat ze u gaan zoeken en vinden. Heere, wilt u alstublieft zelf versterken wat u hebt gewerkt in onze levens. Want Heere, ook wij kunnen ons soms stoten aan en ergeren aan de weg die u gaat. We hebben soms onze voorstellingen en gedachten en dan is het in één keer heel anders. We leggen ons leven in uw handen, Heere. We vragen u, Heere, ook voor de kleine in het geloof, om het werk van uw geest, om troost en houvast. Heere, geef ons mensen om ons heen, waar we mee kunnen delen wat ons bezighoudt. Help ons over die drempel heen. En help ons om de goede kant op te twijfelen, Heere, want wij trekken net als Adam en Eva zo vaak onze eigen conclusies. Wilt u ons helpen om onze ogen op u te slaan, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Heere, en dank u wel dat u tegen onze vragen kunt. Dat u tegen onze worstelingen kunt. We leggen ons leven vanmorgen maar opnieuw weer in uw handen. Wilt u ons zegenen, Heere? Met alle vragen die er zijn, zegent u jongeren. Wees bij zij die gewoon midden in het leven staan. Wees bij ouderen, ook als ze zelf voelen dat sterven dichtbij komt en als alles wat vanzelfsprekend was toch anders wordt. Heere, werkt u met uw geest en wees nabij. Heere, wilt u ons ook helpen om te luisteren naar uw woord, zodat we het ermee kunnen doen, zoals Johannes het ermee moest doen. Heere, wij danken u dat we mogen zien op u, hemelse Vader die uw Zoon gaf. Heer Jezus Christus, dat u al die aanstoot hebt gezien, hebt ervaren, maar dat u uw leven hebt gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Geprezen bent u, drie enige God, voor wat u hebt gedaan, voor wat u doet en wat u zult doen. Heere, wilt u ons zegenen. Als gemeente van u, geef ons ook veiligheid om met elkaar te delen wat ons bezighoudt. En geef wat we ervaren. Het voordeel van de twijfel is, als we u zien, Heer, red ons als we zinken. Steun ons als we wankelen. Leid ons door heel het leven. Opdat we u de lof en de eer nu mogen zingen. En straks in volmaaktheid. Heere, bewerk dat zelf. Geef ook vanmiddag een goede dienst. Als dominee van der Ree voorhoopt te gaan. Heere, geef ook dan alles wat nodig is. Zegent u onze gaven die we afzonderen voor uw dienst. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Het is een wonder dat God naar ons omziet, ons zijn woord geeft en door zijn geest in ons wil wonen en ons wil leiden. Waarom doet de Heere dat? Nou zegt de psalm, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos, altijd hem zou vrezen. Psalm 105, vers 24, dat is onze slotzang.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.